De olieprijs is weer aan het stijgen. En dus ook aan de pomp is het huilen geblazen voor automobilisten met een benzineauto. Want ook de benzineprijs stijgt vandaag weer verder. Naar recordhoogte zelfs. De 2-euro-grens als gemiddelde prijs voor een liter euroloodvrij komt in zicht. En op sommige plekken betaal je dat al. Het is een psychologische mijlpaal, die 2 euro. En dat geeft weinig reden voor een feestje. Maar is die prijs ook echt hoog? Het kan meevallen als je op een iets andere manier naar kijkt. Gecorrigeerd voor inflatie staat de benzineprijs namelijk helemaal niet zo hoog. Dit is een grafiek van datagraver.com. Die website is in de cijfers gedoken en heeft de benzineprijzen van 1970 tot nu op een rij gezet en omgerekend in de prijzen van vandaag. Rekening houdend met inflatie dus. En het gaat hierbij om kwartaalgemiddelde. Ja, en dan zie je dat de prijzen van nu zo'n beetje op het niveau van jaren 80 ligt. En bedenk dan dat het brandstofverbruik van een auto in 1980 een stuk hoger lag dan nu. Dat zie je in deze grafiek van de BOVAG. Het brandstofverbruik van de 50 meest verkochte benzineauto's sinds 1980 daalde van meer dan 8 liter per 100 kilometer tot 4,5 liter in 2019. Kortom, een liter benzine kopen is vandaag, rekening houdend met inflatie, ongeveer even duur als 30 jaar geleden. Maar met die liter kom je een stuk verder. Zo bekeken is brandstof eigenlijk goedkoper geworden. Ja, met deze feitjes wordt het bedrag op de pinautomaat van het pompstation echt geen cent lager. Maar het helpt misschien wel bij de mentale verwerking ervan. Vond je dit een interessante video? Download dan de app van RTL Nieuws. Want daarin vind je elke dag een nieuwe video van Zet Zoekt Uit.